Hallo allemaal, nou eindelijk is dan hier de lang verwachte vlog over de Secret Weapon van Janne van der Heuvel en de Hypnotic. Ik ga er langzaam even inzoomen. Kijk, daar zit ze, onze spetter. Hallo allemaal. En naast haar zit mijn allerliefste moppie. Hallo allemaal. Yvonne. Ik heb Janne natuurlijk bereid gevonden helemaal vanuit Deurne om naar mijn trimsom te komen, zodat ze alles kan uitleggen over de Secret Weapon en de Hypnotic. Want ik heb gehoord dat daar nogal wat vragen over zijn. En onze Yvonne, die is een enorme goede interviewer en die gaat echt alles vragen wat jullie graag willen weten. Dus Janne, voor de mensen die jou nog niet kennen, wil je even voorstellen. Hallo allemaal, ik ben Janne. Ik heb 11 jaar met Trimsalon in Deurne zitten. Twee jaar geleden ben ik begonnen op tips van een collega om Secret Weapon uit Australië te gaan proberen. Die heb ik een jaar geprobeerd in de salon samen met nog 3 andere collega's. Het beviel mij ontzettend goed en ik dacht, waarom ga ik het product niet naar Nederland halen om de rest van de collega's in Nederland, België, Duitsland en eventueel Luxemburg ook daar blij mee te maken om en tijd te besparen in de trimsalon en mooie volumevachten te creëren en de honden in plaats van allemaal kaal te scheren met een leuk vachtje weer naar huis te laten gaan. Want met Secret Weapon is het de slogan eigenlijk save the coat, don't shave. En ja, vandaar dat ik daarmee begonnen ben en vele collega's zijn net als mij zeer tevreden over deze producten. Vraag dan. Ze is nog een beetje camera-schuw. Hier was je nog helemaal aan het voorstellen, dus ik zat heel aandachtig naar jou te luisteren. Yvonne, kan je je ook even voorstellen? Ik ben Yvonne. Iedere donderdag kom ik bij de Chic. Ik ben vrijwilligster hier, inmiddels ben ik geslaagd. Alleen ik kan geen afscheid hier nemen, dus ik kom lekker elke donderdag nog hier naartoe. Gezellig. Ik heb eigen trimsalon in Bad Hoeverdorp. Ik ben een startende ondernemer, dus ik ben heel leergierig en aangezien ik in mijn salon regelmatig doodles krijg, ik geloof dat iedereen wel bekend is met de welgemeende doodles en ik vind dat zonde om ze kort te maken, dus ik hoop dat Janne producten mij kunnen helpen om de honden mooi lang te laten en dat ze weer met een mooie vacht de deur uit gaan en dat betekent ook tevreden baasjes. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Want we hebben wat mooie filmpjes gemaakt van de Secret Weapon. Wie heb je op je schoot? Wat is dat? Dit is mijn eigen kleine Justin. Dit is mijn groot vriend. Wat is het voor een hond? Justin is een toypoedel. Oh. Is hij zo geboren met zijn kleuren? Hij is zo geboren, maar niet met die kleuren. Oh, oké. Okay. Dus. Ja. Kan je even zijn gezichtje laten zien? Zoals jullie zien is Justin ook echt toe aan een die heb ik dadelijk nog gedaan met Secret Weapon. En dus, nou, als ik tijd heb, zullen we kijken of we nog een beetje kunnen knippen. En daar aan die kant hebben we natuurlijk onze kleine Chevy. Chevy en Janne zijn onafscheidelijk. Trouwens, Justin en Vonne ook, waar je ze ziet. Dan zijn ze met de hondjes, dus nou goed, we hebben ze bij deze ook even op de film gezet. We gaan even het woord geven aan Yvonne, want Yvonne die gaat namelijk aan Janne vragen hoe, wat en waar. Ik zou zeggen, Yvonne, handjes. Nou, wat ik net al zei, ik krijg veel doodles in de trimsalon. Je krijgt natuurlijk regelmatig zitters in de klit. En wat ik dus wil, is gewoon de doodles kunnen wassen, insmeren, conditioner zoals ik het nu doe. Alleen dan nog blijf ik zitten met honden met klitten. En, en ik hoop eigenlijk dat jij mij kan uitleggen op welke manier, want ik begrijp dat er meerdere manieren zijn om de Secret Weapon te gebruiken met je hypnotic. Ja, het gaat eigenlijk om, er zijn 2 manieren om de Secret Weapon aan te maken. Om hem te mengen. Die manieren die staan allebei ook gewoon op de flacon. Je kunt ervoor kiezen om 12,5 ml Secret Weapon puur op 1 liter pure shampoo te mengen. Alleen
Het mengen gaat dan iets lastiger, omdat het allebei troebele producten zijn en stuk. Dus mijn advies is altijd om gemengd te gebruiken. Dus eerst een secret weapon aanmaken met water. En dan kan bij deze flacon bijvoorbeeld van de 250 ml, dan voeg jij 1750 ml water aan toe. En dan het liefste of warm afgekoeld gekookt water. Dus niet gloeiend heet, maar dat hij nog een beetje lauw is. Of je koopt een fles strijkwater in de supermarkt of in de bouwmarkt. Daar hoef je niks meer mee te doen. Kun je ook eventjes opwarmen in een pannetje, dan mengt die beter. En heb je eigenlijk 2000 ml kant-en-klaar een secret weapon voor gebruik. Ik heb altijd geleerd in de opleiding dat je nooit je shampoo, als je hem aangemaakt hebt, nooit langer dan 24 uur mag bewaren. Klopt. Daarom moet je het met of afgekoeld gekookt water doen. Daar is alles uit. Dan gaat hij niet meer fruiken, want het product verliest zijn waarde niet. Het probleem is inderdaad, laat jij 3 dagen, 4 dagen jouw shampoo staan en je maakt de fles open, dan ruikt die muff. Je kunt hem nog wel gebruiken, maar de werking wordt iets minder en dat is gewoon niet lekker. Vandaar dat ik ook aan adviseer, gedemineraliseerd water, of als mensen geen zin hebben om daar water te kopen, gewoon water koken, af laten koelen totdat hij lauw is en dan gaan mengen. Het is maar eenmalig, daarna hoef je hem niet meer warm te maken of niks. Is hij dan onbeperkt houdbaar? En dan is hij onbeperkt houdbaar. Sowieso is het product zo ook onbeperkt houdbaar, daarom staat er ook niks op. Want het verliest gewoon zijn werking niet, het blijft gewoon zo. Of maar wat, wat ik graag zou willen, ik wil dat dan bij iedere hond doen, dus dan heb ik gebruik shampoo van een kelder van 4 liter en 1 op 32. Hoe werkt het dan? Ik wil het eigenlijk wel direct mengen met mijn shampoo, zodat ik niet iedere keer hoef na te denken van oké, hoe moet het nu, hoe moet het nu? Ik wil gewoon pompjes, mijn water erbij en dan shampoo. Ja, dan doe jij, ja dat kan. Maar dan zul je wel, doe je nog volwassen? Ik denk het wel, hè? Of doe je alles één keer wassen? Ja, dat is ook nog iets. Sommige trimsters die doen één keer wassen. Ik ben ook meestal van het één keer wassen. Heb ik een hele vieze hond, dan doe ik hem nog de eerste keer volwassen, omdat ik het zonde vind om 2 keer met Secret Weapon erin te gaan wassen. Ja. Dus daar hangt het eigenlijk een beetje van af. Kijk, heb jij 2 verschillende kelms, dan kun je 1 kelm gebruiken voor de voorwas en de andere kelm gebruiken, dan doe je de conditioner in en dan gebruik jij die altijd. Maar zelf maak ik de shampoo aan in een literfles. Daar doe ik gewoon een aantal pompjes in en dan aangemaakte Secret Weapon erbij. Die schud ik flink in die fles en vanuit die fles werk ik weer een andere mengfles. Dus ik heb het zelf niet in de kelm zitten. Dan kan ik nog een beetje doseren. Oké. Dus het is net waar. Aangezien ik nogal. Ik heb dit weer geblondeerd, zeg maar, een beetje. Ja. Ik denk dat je het echt nog wel een paar keer even mag uitleggen. Want het is ja, best wel. Ik ben meer van. Zou je het kunnen voordoen? Hoe werkt dat? Het mengen? Ja. Want ik. Kijk, ik begrijp dat ik niet de enige ben die daar een beetje mee heeft. Ja, dan moet je eerst inderdaad de verhouding weten van je eigen shampoo. Ik krijg daar heel veel vragen over. Dan wordt er gevraagd van, ja, hoeveel Secret Weapon moet ik gebruiken in mijn shampoo? En dan is mijn wedervraag altijd, welke shampoo heb je? Hoe is jouw shampoo geconcentreerd? Ja, dat weet ik niet. Ja, dan weet ik ook niet hoeveel Secret Weapon je nodig hebt. Nou weet ik in jouw geval dat je met Double K werkt en die is 1 op 32. De Secret Weapon is geconcentreerd met de 12,5 ml is voldoende geconcentreerd voor de 1 op 20 en de 1 op 10 shampoos en alles daartussenin. Dus ook de Pet Silk weet ik, die is 1 op 16. Dan gebruik jij gewoon 12,5 ml pure Secret Weapon op 1 liter pure Secret, of ja, pure Pet Silk in dit geval. Jij werkt met de Double K Criminator, die is 1 op 32. Dan heb jij. Dan moet ik even om liever. Was het 16 of 17? Nee, 17 ml. Pure Secret Weapon heeft Yvonne dan nodig in haar geval op 1 liter pure Double K shampoo. Maar dan is jouw kern 3,8? 3,8, ja. Zeg maar 4. Ik 4 maak liter. Er al 4 van. Ja, dan is het 4 keer 17 ml. Okay. Zou je dan nodig hebben voor. Ik ben geen rekenmonster. 68. Ja, 68 ml heb je dan nodig op. Ja, 1 liter pure shampoo voor jou. Op mijn kelder. Of ja, 4 liter. Op mijn kelder. In elk geval 4 liter. Okay. Zelf werk ik met de Double K Ultimate, die is 1 op 50. Ik gebruik dus 25 ml pure Secret Weapon in 1 liter pure Double K Ultimate shampoo. En alles wat daar tussenin zit is ja, even rekenen. En daar wil ik ook altijd bij helpen. Dus mensen sturen me regelmatig een berichtje.
Ja, hoe je het dan moet mengen, ja, ik doe het of met een spuitje. Dat is even de eerste keer, dat je gewoon even moet weten. Ja, 68 ml kun je ook makkelijk afwegen. Kijk, zit je met 5 ml te werken, dan is de spuitje van 5 ml even makkelijker. En stel dat, zoals ik het als jou wil doen, je hebt die literfles. Ja. Dan heb ik mijn double cane, dan heb ik mijn secret weapon en ik heb die literfles. Ja. En dan? Want ik geef ik een paar pompjes van mijn double cane, zeg maar, daar wil ik secret weapon bij doen. Dan moet je eerst weten hoeveel één pompje is. De meeste pompjes zijn, ja, 4 ml heb ik vernomen. Dus als je één pompje doet, heb je 4 ml pure shampoo. Dan heb je eigenlijk de aangemaakte secret weapon, heb je dan maar iets van 4 ml nodig. Maar jouw shampoo... Heel even terug, want ik wil precies weten wat ik heb. Jouw aangemaakte secret weapon, dat was... Oh, die heb ik nog achter staan bij Bob. Zal ik hem even halen? Wil iemand uit jullie? Ik heb die al even halen. Nee, goed hoor, Ron, want het moet nu echt duidelijk worden. Ja. Ik vraag gewoon wat ik... Je vraagt gewoon totdat jij het snapt. Nou, als jij het snapt, volgens mij snapt heel trillend wereld snapt het dan. En bedankt schat, ik hou van jou. Nee, ja, ik hou heel veel van jou. Die andere heb ik hier gedaan. Nou, dit is dus de aangemaakte secret weapon waar ik zelf mee werk. Wat ik zelf dus met de shampoo werk van Double K Ultimate, heb ik mijn secret weapon al sterker aangemaakt. Dus daarom is je ook iets meer roze als bij de meeste waarschijnlijk. Want je kunt wel, moet ik zeggen, heel weinig aanmaken. Dat die laag gedoseerd is en dan heel veel gaan gebruiken. Maar dat vind ik ook onzin. Dus ik maak hem zelf liever sterker aan. En in mijn geval, als ik dus zo'n mengfles zou hebben met de Ultimate Shampoo, dan zit daar één pompje shampoo in. Dan doe ik daar één kniepje van dit in. Dus ongeveer 4-5 milliliter water. En dan ga ik hem schudden. En dan kan ik met zo'n fles... Gekookt water? Ja. Nee, deze is al aangemaakt met gekookt water. Dus daar kan je gewoon water... Maar dan met de shampoo kun je gewoon aanmaken met jouw gewoon badwater. Waar je op dat moment gaat gebruiken, gewoon kraanwater. Ja. Want die literfles, daar was jij misschien 2-3 rondjes mee en hij is leeg. Dus die gaat nu verloren. Okay. Dus die maak ik gewoon elke keer per 2-3 ronden maak ik die opnieuw aan. Oké, okay. Dus ik ga mijn doodle, ik hou het even bij de doodles, even voor het makkelijke. Ga ik wassen, of ik kies ervoor om zeg maar 70 ml in mijn gallon te doen van 4 liter. En die dan... moet jij heel goed mixen, dan zul je echt even met een kouder of iets doorheen moeten dat de producten mengen. Ja. Ik zal hem dan wel eventjes eerst aanmaken, de secret weapon, omdat je hem dan beter kunt mengen in die gallon. Alleen weet ik niet of het dan allemaal in de gallon past. Ja, dat komt wel goed. We hebben nog een reserve gallon staan, dus ik kan ook 50-50 doen. Oké, okay, dat kan ook. Handig. Ja. Of ik doe het op deze manier. Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat deze manier me iets meer aanspreekt. Ja. Ik ga toch even weer terug naar deze. Ja. Oké. Okay. Dat is aangemaakt met gekookt water. Ja. Dus daar heb je van op een liter, als ik het goed begreep, 125 ml secret weapon. Nee. Nee, want dit is aanmaak. Oh ja. Dus als ik deze liter wil aanmaken, ik had deze nog een fles thuis staan, dan maak ik gewoon aan volgens de beschrijving. Oh ja. Ja. En dat is dus als je bijvoorbeeld 250 ml hebt, die maak je aan met 1750 ml afgekoeld gekookt water. Dan heb je dus 2 liter. Aanmaken. Dan heb je dus 2 flessen van dit. Ja. Doe je heel lang mee. Ik krijg mijn producten nooit op. Ik heb al en dat kan je dan weer mengen gewoon met een scheutje in je eigen shampoo die je tot een liter gewoon hebt aangemaakt. Ja. Dus 2 of 3 pompjes aanlengen tot een liter. Dan doe je er een scheutje van dat secret weapon in. En dan heb jij gewoon waar je dan 2... De conditioner. De conditioner, ja. Kan je het nog voor andere dingen gebruiken? Ja, je kunt er ook voor kiezen om de Secret Weapon als een leave-in conditioner te maken. Dan gebruik je 1 deel Secret Weapon met 8 delen water. En dan kun je met een sprayflacon doen. Of dat nou de Flair of Sol is of een plantenspuit, dat maakt allemaal niks uit. Die moet ik trouwens ook nog hebben, daar de Flair of Sol. Oh. Die komt, het wordt hier allemaal gebruikt tussendoor. Ja, dan kun je gewoon nadat je gewassen hebt met de shampoo, gewoon je eigen shampoo, kun je eruit spoelen. Doe je een leave-in conditioner erin, ga je blazen.
Nou werk ik daar zelf niet zo mee. Ik vind het gewoon fijn om het in de shampoo te doen. Ik was meestal maar één keer, behalve de vieze smeerpoetsen onder ons. Die was ik eerst een keertje voor en daarna met de shampoo en de conditioner. Zo doe ik het ook. In principe was ik één keer. Ja, ik ook. En dan alleen als ze echt vies zijn, dan doe ik een voorwas. Ja, dat doe ik zelf ook. Ja. Ik heb, waarom zou je twee keer wassen als het met één keer schoon is? Ja. Allemaal extra handelingen die je moet verrichten in de salon en extra handelingen is tijd. Maar ja, sommigen zullen zeggen van ja, ik moet twee keer gewassen worden. Ja, dat kan. Dat is hun keuze. Janne, kun je wat prijzen opnoemen? Jazeker. Ik ga je even invullen en dan wil ik graag weten. In ieder geval, nu beginnen we met de Secret Weapon. Ja, die klopt. Ik ga het dadelijk doen. Ja, ik ga het dadelijk. Ik heb 50 ml Secret Weapon. Is deze maat flacon. In dit geval zit hier even de Hypnotic in. Die kost €12,50 exclusief. Is voldoende voor 4 liter pure shampoo met een verhouding van 1 op 10 tot 1 op 20. Zou je de 1 op 50 hebben, net als ik, dan heb je daaraan voldoende voor 2 liter pure shampoo. En dan lijkt het iets minder. Dus je zou piezen. Dan lijkt het iets minder. Maar dan is jouw shampoo zo sterk geconcentreerd, waardoor jouw conditioner ook zo sterk geconcentreerd is. Waardoor jij minder product nodig hebt en uiteindelijk net zo lang daarmee kunt doen als met de 4 liter shampoo. Dan hebben we nog de 125 ml Secret Weapon. Die kost €29 exclusief. En die is voldoende voor 10 liter pure shampoo. Dan hebben we de 250 ml. Die is €53,50 exclusief. Voldoende voor 20 liter pure shampoo. En dan hebben we nog de 500 ml Secret Weapon. Die heb ik hier niet bij staan. Die is voldoende voor 20 liter. Die is voldoende voor 40 liter pure shampoo. Dus daar kun je wel heel lang mee vooruit als je die aanschaft. En dan heb je dus een conditioner voor. Heb je 40 liter conditioner. Voor €79. Ja, probeer het maar ergens te kopen. Uiteindelijk heb je nog je eigen shampoo erbij. Waar je het mee aanmaakt. Maar ik kan ergens 40 liter conditioner kopen voor €79. Exclusief. Oké, dat was de Secret Weapon. Nou hebben jij en ik hebben een leuke actie bedacht. Speciaal voor de vloggers die deze vlog gaan bekijken. Janne stelt 25 examples stelt ze beschikbaar voor de eerste 25 mensen die het willen proberen. Dat zijn deze flaconnetjes. Janne, wil je even een pakken en wil je dan even zeggen wat erin zit en hoe lang mensen daarmee kunnen doen? In de sample zit 5 ml Secret Weapon en die is voldoende voor 400 ml. Even kijken. Ja, die is voor 400 ml pure shampoo. Dus met die 400 ml kun je, schat ik, een hondje of 5, 6 wassen of misschien 2-3 doodles. Nou is wel mijn advies, het flesje is heel erg hard. Je krijgt het product er bijna niet uitgeknepen. Maak een bakje water aan met 35 ml warm gedemaliseerd water. Leg het flaconnetje daarin. Sop het een beetje, dan heb je de aanmaak. En dan heb je dus 40 ml kant-en-klaar product. En dan voeg jij 10 ml van het kant-en-klaar product toe aan 100 ml pure shampoo. En één pompje is meestal 4 liter. Met de, of twee pompjes. Ja, twee pompjes doe je meestal erin, dus 8 ml. Nou, dan zie je eigenlijk al hoe lang je met één zo'n flaconnetje kunt doen. Dus de eerste 25 mensen die hun naam en hun adres opgeven onder deze vlog, die krijgen van Janne een proefsample en ik betaal daarvan de verzendkosten. Dus het is helemaal gratis. En nogmaals, het gaat om de eerste 25 mensen die dus gratis opgestuurd krijgen een sample van Secret Weapon. Secret Weapon. Oké, dat sluiten we even af. Nu gaan we even over naar de Hypnotic. Hypnotic. De Hypnotic is in combinatie met de Secret Weapon de gouden combinatie bij vilt- en klithonden. Heb jij hondjes die een beetje in een rasta-klitje zitten, dan krijg je het er met de Secret Weapon alleen al uit. Heb je net als Yvonne en ik heel veel doodles met veel plakaten overal aan de poten hangen, dan heb je echt de Hypnotic nog erbij nodig. Het is een hele sterke geconcentreerde ontklitspray.
maar hij bouwt niet op in de vacht. Sommige ontklitsprayen, die ga je voelen. En het fijne van deze is dat je hem niet in de vacht voelt zitten. Nou zit hier nog even mijn Engelse label op. Maar tegenwoordig krijg je hem in het Nederlands. Oké, hoe gebruik je het? Als je de hond hebt gewassen met de shampoo, gewoon de voorwas, eventueel de shampoo met de conditioner Secret Weapon daarin, ga je de vachthanddoek droog maken. Zelf blaas ik de vacht lichtjes voor in bad en dan vind ik hem handdoek droog. Spuit ik met een Flairosol de Hypnotic erin. Dit is de Flairosol. Zit de Hypnotic aangemaakt in. 300 milliliter. En dan spray ik de hond in. Ik zal het meteen even demonstreren. Ja, deze, ik ben daar weg van hoor. Van die, deze, opletten dat jij in dat wordt. Deze flacon die is 30% zuiniger als een gewone sprayflacon. Een sprayflacon die sprayt. En die gaat niet, ik zal het verschil wel even laten zien. Dit is de gewone sprayflacon. Hij is nog nieuw, dus hij komt nog even. Hij moet nog, ja. Dit is een sprayflacon. Die valt heel snel. En heel grof. Dit is de Flairosol. En die nevelt. En doordat hij nevelt, en je kunt hem ook op de kop houden, maakt allemaal niet uit. Hij blijft het doen. Doordat hij dus nevelt, is hij 30% zuiniger als een sprayflacon. Vandaar dat mijn collega's hier ook helemaal weg zijn. Ik zelf ook. Het is makkelijk aan te vullen en zuiniger in gebruik. Waardoor je dus 30% minder product nodig hebt om toch hetzelfde resultaat te krijgen. Dan is de hond daarmee ingesprayd en dan ga ik met de waterblazer ga ik zoveel mogelijk klitten losblazen van de huid. Heb je ontwolle honden, dan zie je echt de wol eruit vliegen, dat je bijna verder niks nodig hebt. Heb je echt een geklitte doedel? Ja, sommigen denken dat het een magisch product is dat je het erin spreekt en dat het de klitten er letterlijk uit vliegen. Op het moment dat je borstelt en blaast, dan zie je wel de klitten vliegen. Maar je zult wel met de borstel mee moeten helpen om die klitten eruit te krijgen. Maar je hoeft geen kracht te zetten. Je merkt gewoon dat je de helft van de tijd de klitten eruit krijgt zonder kracht te zetten, zonder dat de hond pijn heeft, zonder dat de hond gaat piepen of gillen omdat er een klit vervelend in de weg zit. En je hebt ook geen agressieve mesjes nodig om de klitten eruit te krijgen. Daar hebben we een heel leuk filmpje nog van gemaakt. Nou zie ik daar een flesje staan met die Hypnotic. Dat is de pure Hypnotic. Ja, dit is de 50 milliliter. Ik moet hem even schudden voor gebruik. Dit is de 50 milliliter pure Hypnotic. Hier kun je 1 liter Hypnotic spray van maken door dus ook weer 950 ml afgekoeld gekookt water of warm gedemineraliseerd water toe te voegen. Dan heb je 1 liter aanmaakspray. Toevallig heb ik hier nog wat aanmaak staan. Hier zit de aanmaak Hypnotic in. En die vul ik dan aan als mijn Flairosol weer leeg is. Ik heb hem ook in transparant. Deze is al aangemaakt? Deze is al aangemaakt. Die is ook kant-en-klaar voor gebruik. Vandaar dat ik deze ook heel veel verkoop aan de beginnelingen die het willen uitproberen. Dan vinden ze het product zo fijn dat ze daarna de concentrate gaan kopen in combinatie met of een Flairosol of ze gebruiken deze flacon. Die Flairosol kan je ook bij jou bestellen? Die kun je ook bij mij bestellen. Oké, dat is mooi. Wat zijn de kosten, Janne? Ik ga even met Hypnotic beginnen. De aangemaakte Hypnotic kant-en-klaar voor gebruik voor 200 ml is €12,50 exclusief. De pure Hypnotic 50 ml die je zelf nog aan gaat maken kost €40 exclusief. En dan hebben we natuurlijk nog de geweldige Flairosol. Die heb ik in de witte variant dat die compleet wit is. Dit is mijn eigenste, die is met een zwarte dop, maar ik heb hem helemaal in het wit op de webshop staan. Goedemorgen. Of ik heb de transparante variant, dan zie je tenminste hoeveel product dat je erin moet doen. En die kost €11,95 exclusief btw. Oké, en de Hypnotic nog even terugkomen op de vacht. Ja. Moet je dat nog laten intrekken of ga je meteen naar het werk? Je kunt eigenlijk meteen aan het werk. Ik doe wel altijd een paar weken voor de zekerheid in laten trekken, want ik vind het zonde om het product. Ik voor mijn gevoel blaas je het er weer meteen uit. Deze idee heb ik. Het is niet, maar ik heb het idee als ik nou meteen met die waterblazer aan de slag ga, dan zit het product net erop en dan blaast hij het er weer uit. En dan, maar dat is gewoon mijn idee. Je kunt meteen beginnen met blazen, maar ik ben zelf gewoon altijd 2 minuten in laten trekken en dan is het al prima. Maar als je echt een dikke klit hebt, als je hele dikke klit hebt en je merkt tussendoor van, oh, het lukt niet, dan kun je altijd nog op dat punt
die dikke klit nog even een keer extra insprayen en weer gewoon verder gaan met blazen. Dan moet je dan eventjes die klit ook even, dat het erin trekt, misschien even? Het kan wel, maar het is niet noodzakelijk. Want door de natuurlijke siliconen die erin zitten, glijdt het makkelijker van de vacht. Het is wel zo met die hypnotic, hoe droger dat de vacht wordt, hoe makkelijker dat de klitten eruit gaan. Dus je moet echt wachten totdat de vacht bijna droog is. En dan gaan borstelen, terwijl je met de waterblazer op de zachte stam of de föhn met de staande föhn of de handföhn dat je tegelijk gaat borstelen. Als die echt droog wordt, dan wordt die echt strak uitgeföhnd en de klitten gaan eruit. En je hebt ook veel minder haarverlies. Ik heb het bij mezelf ook gebruikt. Ik doe het nou één keer in de week, was ik mijn haren met de Secret Weapon en gebruik ik de Hypnotic Spray. Ik heb de helft minder haar in mijn borstel tijdens het föhnen, dus het werkt gewoon. En de andere keer doe ik het niet en heb ik mijn hele borstel vol. Dus je kunt ook gewoon op dus mensen... Ja, het is voor hondenkattenpaden en mensen geschikt, want alle producten die erin zitten zijn natuurlijk, 100%. Geen toegevoegde geur- of kleurstoffen. En daarom is het ook voor iedereen geschikt. Ook voor katten, want het is een hele neutrale geur. De Hypnotic is ook een neutrale geur, wordt ook bij katten gebruikt. En bij paarden in de manen en in de staars. Okay. En je kunt ook je paard ermee wassen als je wil. Misschien moet je dat met gaan proberen. Die heb ik ook. Ja, daarom. Nou meiden, we gaan dit stukje afsluiten. Over de introductie van de Secret Weapon en de Hypnotic. We gaan daar we nog... We hebben nog een foam. Ja, Janne. Ja. We hebben nog de Facial Scrub. De Foam en een Wave Facial Scrub heet die. Dat is een SLS-vrije milde reiniging, speciaal voor de vieze snoetjes van onze hondjes. Bruine traanstrepen, iedereen kent het wel, vieze bruine sikken. Je krijgt je natuurlijk niet helemaal spierwit, maar de ervaring is wel dat de collega's die het gebruiken na één wasbeurt al merken dat het bruin drastisch minder wordt. Dus de vachten worden gewoon echt witter. En vooral ook bij de beardies. Een collega die is helemaal gek van beardies en die krijgt ook heel veel showbeardies in de salon. Die gebruiken standaard bij elke beardie, omdat de snoeten zo mooi wit worden. Oké, wat zijn de kosten? Deze kost €11,50 exclusief. Oké, en alleen in deze maat verkrijgen? Alleen in 150 ml te verkrijgen. Oké. En voor een klein hondje heb je 2 pompjes nodig. En even inmasseren, 5 minuten in laten trekken en uitspoelen. Dus ik begin dan met de kop. Als ik weet dat ik dit ga gebruiken bij een hele vieze snoet, normaal gesproken eindig je met het hoofd wassen, maar ik begin dan met het hoofd omdat het 5 minuten moet intrekken en in die 5 minuten doe ik even de rest van de hond wassen. Dat hebben we ook opgenomen, hè? We hebben daar een film van. Ja, oké, meiden. Nou, dan ga ik dit afsluiten. Dan gaan jullie dadelijk lekker Jussie wassen en dan komen we zo weer bij jullie terug. Ja. In ieder geval vast bedankt voor het kijken. Doei! Dit is Gigi. Heel lief klein schattig Maltesertje. Kijk, kom even een keer op te zien. Dan ga je ook dat zoete spul gebruiken? Ja, dat ga ik ook zo gebruiken. Daar begin ik zo mee. Maar dan moet ik hem eerst nat maken. Zoals je ziet heeft ze een redelijk vies snoetje. En het fijne van de foam en de wee is dat die niet in de oogjes trekt. Ik heb het zelf uitgetest, want ze kunnen natuurlijk wel op de verpakking zetten. Maar ik ben iemand die het dan natuurlijk ook uitprobeert. Kietje is nu lekker nat. Dan pak ik de foam. Normaal gesproken ben je gewend om het hoofdje als laatste te doen, maar als je de foam gaat gebruiken, het moet toch 5 minuten intrekken, doe ik het altijd als eerste. En in die andere 5 minuten kun je daar lekker de rest van de hond lekker in zepen. Zoals je ziet schuimt hij lekker. Dit is typisch, hè? Dan gaan we nu even de rest van de hond volwassen. En dan het afstapelen weer.
Hier zit nog geen secret weapon in. Alleen de shampoo. En Gigi heeft ook best wel wat klitten, dus ja, ik ben echt blij dat ze vandaag komt. Dan kunnen jullie allemaal zien ook wat de hypnotic spray doet. En de secret weapon doet natuurlijk al de voorbereiding. Dadelijk. Want we kunnen het wel allemaal zeggen dat het zo enorm goed is, maar met deze vlog wil ik jullie gewoon laten zien dat het ook echt zo is. Videobeelden kunnen niet liggen. Ja, want dus het is een deel meer, maar... Die Nou, zoals je ziet is het wasbeurtje wel nodig. Nou, je oogjes nog. Ik heb een chihuahua die aan mijn benen staat. Kom eens, zitje. Deze shampoo bevat een theelepeltje dreft. En voor de rest hebben we de oatmeal van de OK. Het is echt om het eerste vuil weg te halen. En ook inderdaad het vuil aan de voetjes. Want wat komt hierna, Janne? Hierna ga ik uitspoelen. En dan ga ik nog een keertje wassen, maar dan doe ik de Secret Weapon toevoegen aan dezelfde flacon. Want dan heb je eigenlijk de conditioner. Ja. En dan zie je meer een kleine knutje. De snoep. Ja, de snoep doet maar eenmalig. Ik pak hem dadelijk nog wel even met de conditioner er voorzichtig bij voor de sikjes. Omdat er heel, ja, mijn ervaring is dat bij sommige rassen ook heel vaak de sikjes nog wat in de clip zitten. Dan vind ik het fijn als die ook geconditioneerd zijn. Om gewoon zelf wat ik werken. En is het geschikt voor alle rassen, hè? Ja, voor alle rassen. Ook de ruwharen? Ja. Bij mij gaan alle ruwharen meteen in bad. En daarna ga ik ze gewoon plukken zonder problemen. Het enige wat je bij de plukvachten bijvoorbeeld met de rug niet moet doen is de hypnotic ontplukspray. Want dan wordt de vacht glad. Dus bij een westie zou ik wel de poten daarmee insprayen. Maar niet de rug om te plukken. Pak ik nu even de aangemaakte secret weapon. In dit geval heb ik maar echt een heel klein scheurtje nodig, omdat mijn sterker is aangemaakt in verband met mijn shampoo thuis. Dat is al meer. Is dat alles? Dat is alles. Zelf doe ik er thuis 4 keer zoveel in. Maar die shampoo waar we nou mee wassen, die is 1-8. Oh. Dus dan heb je niet zoveel nodig. Ik zag dat je volgens mij maar een paar druppeltjes... Ja, het zal denk ik... 4 milliliter geweest zijn? Ja, dat zal niet meer zijn. Nou had ik natuurlijk wel al gezien
dat deze flink wat klitten heeft op de huid. Dus wat ik dadelijk nog extra kan doen is gewoon heel lichtjes met de aangemaakte Secret Weapon een beetje eroverheen laten glijden en dan half uitspoelen. Maar omdat het nou nog met de shampoo erbij zit, moet die natuurlijk wel helemaal uitgespoeld worden. Als je ziet is een tweede wasbeurt niet onnodig. Een heel bos in. Ja, half het bos meegenomen, hè. Hij wil het voor je handen houden. Ja. Met mobiel. Secret Weapon als leave-in conditioner gaat doen, laat ik deze nou niet extra intrekken. Maar normaal gesproken, als ik het niet zou doen, dan laat ik het afhankelijk van de klitten 2 minuten ooit 5 minuten intrekken. Ja, dan ga je uitspoelen. Ja. Met de poot hangen. Je moet toch met die, ja, met die handen, hè? Want anders wordt die graan zo glad. Dus daarom hangt die handen. Ja, dat in. Kan. Ja, dan doe ik hem even in mijn hand. Ga je aan het filmen? Ja. Dan doe ik even in dit geval de aangemaakte Secret Weapon lichtjes in mijn hand. Even zo een beetje inmasseren. Dan doe ik hem daar even heel kort uitspoelen. Dat er nog een beetje lekker in blijft hangen. Ja. Hier zie je heel goed de klitten. Ik ga hem even inzoomen. Ja, zeker weten. Eigenlijk alleen het bovenste laagje ziet er heel mooi verzorgd uit. Ga ik hem nu even globaal uitspoelen. We komen zo bij jullie terug. Hallo, daar zijn we allemaal weer. Hi Anne. Hi. Nou, Gigi is lekker gewassen zoals jullie hebben gezien. Ze is in de
secret weapon geweest. Met shampoo is een beetje aangemaakt secret weapon opgegaan. En wat gaan we nu doen, Janne? Dan ga ik op de handdoek drogen vacht, die ik net handdoek droog heb gemaakt, ga ik de hypnotic spray insprayen. En dan ga ik blazen. En dan zul je dadelijk gaan zien dat tijdens het blazen, hoe droger de vacht wordt, hoe makkelijker de klitten eruit gaan glijden. De spray nevelt eventjes door, dus hou daar rekening mee als je denkt van oh, ik heb het bijna gehad, moet je niet nog een keer pakken, want dat komt er van het product. Nou, ik ga het blazen.
ziet hij verder zo goed als droog. Nou heb je verschillende opties om verder droog te maken en te borstelen. Je kunt ervoor kiezen om van de blazer het mondstuk eraf te halen. En dan met de blazer op de zachte stand te gaan feunen. Dat is optie 1. En natuurlijk wel borstelen erbij, hoop dat ze blijft liggen. Normaal gesproken werk ik van onder naar boven. Ik ben al lang blij dat die even blijft liggen. Aan de föhn gewerkt. Ja, ja. Ik doe alles met de handföhn. Dus voor mij is het even allemaal nieuw. Er gaat een wereld voor je open. Ja, ja. Waarschijnlijk wel. Mag je tussen de
Oké, nou dit is het eindresultaat geworden. We zijn 10 minuutjes verder. En nou, Gigi heeft een enorme mooie stijle, dat valt me wel op. Stijle, lange, zijdeachtige vacht gekregen. Waar je echt met de hele fijne kam gewoon zo doorheen komt. Nou, Gigi wil naar baasje toe. Gigi wil naar baasje toe. Ik denk dat ze fantastisch mooi geworden is. Janne, dankjewel. Ik vind het prachtig. Ik vind haar ook prachtig. En nou, ik ga deze vlog afsluiten. Hartstikke bedankt dat jullie keken. En ik zeg dan tot de nieuwe vlog. Maar ik zeg er gelijk achteraan dat we Janne nog even gaan vloggen hoe ze aan het swaffelen is. Dus. En we hebben nog iets nieuws. En we hebben nog iets nieuws. In een andere vlog. In een andere vlog. Dank jullie wel allemaal. Tot de volgende vlog. Doei doei. Doei. Wel, hallo. Ja. Hallo, dat hallo meisjes van me. Ja. Zoals beloofd ga ik Jus wassen. Met behulp van Janne. En dan gaat ze mij helemaal uitleggen qua secret weapon. Zodat ik dat straks als een volleerd wassen kan doen. Wat een leuke hond. Wat is het voor een hond? Dit is een... een puienvis. Een loosdrachtse puienvis. Nee, dit is een Albanese puienvis. Meen je? Ja, dit is geïmporteerd. Oh, ja. En is hij zo geboren? Hij is wel zo geboren, ja. Ja? Met 4 pootjes, oortjes, neusie, alles erop en eraan. Ja. Oogjes. Ja. Ja, we beginnen natuurlijk met het afmaken van ons. Jongens! Dolly is echt heel erg, hè? Dolly. Dolly is een aanstichter. Ja, Dolly is wel erg. Nou ja, Dolly heel even tot voor de roepen. Ja, kom, want we gaan nu dus hier behandelen met de secret weapon. Ja. Maar er is ook nog schroetenpoets. Die moet je er volgens mij eerst in doen. Ja. Ja. Maar eerst moet je lekker nat maken. Er komt wel heel veel water vanaf. Je hebt zeker de laatste 4 maanden of zo niet gewassen. Nou, ik denk al een half jaar zo vies als die is. Misschien. Ja. Ja. Moet dat ook niet passen? Nee. Nee, nee. Nee, niet nodig, hè? Nee. Ach. Jus, je hebt zo'n slecht leven. Hé, nee, Jus. Dan gaan we beginnen met de foam away voor de vieze snoetjes. Mag jij 2 pompje, of als ik kan 1 pompje. Mag je gewoon op je snoetje doen? Oké. Ja. Komt ie. Is hij maar... Het wordt iets meer dan 2 pompjes. Ja, ik doe best een pompje. Kun je lekker gewoon inmasseren. Maakt niet uit dat het in de oogjes komt, want het is SLS vrij. En het prikt niet, ik heb het zelf uitgetest. Dus gaat hij lekker schuimen. Moet je niet iets meer gebruiken? Nee, hij schuimt op. Iets meer geduld. Kijk, hij schuimt er wel op. Met het inmasseren. Sorry, ik was te veel baba. Moet je product wel de tijd geven? Ja, sorry. En aangezien het 5 minuten moet inwerken, kan ze dadelijk, als ze klaar is met de snoetje, lekker de rest van de hond wassen. De shampoo is al aangemaakt met Secret Weapon. Aangezien Jussie gisteren nog in bad is geweest, is er 1 keer volwassen vandaag niet nodig. Nou, oh, je simulatie. Kerel. Kun je lekker rest in gaan zeepen. Het is Secret Weapon met de shampoo. Deze is al aangemaakt. Hè? Deze is al aangemaakt. Okay. Wil je nog vertellen hoe? Gewoon shampoo, Secret Weapon. Ik doe altijd eerst water in de fles, dan de shampoo, dan de Secret Weapon. Flink schudden, want als je het andersom doet, dan gaat hij schuimen en dan raak je al het product kwijt. En dat vind ik zonde van het product. Ja.
Janne. Ik weet dat je wordt ziek van me. Hoeveel milliliter aan Secret Weapon zit er nu op dit moment in deze aangemaakte shampoo? Er zit een combinatie van sowieso twee shampoos in, waarvan er één heel sterk geconcentreerd is en de andere is niet sterk geconcentreerd. Vandaar dat ik er nu zeker 15 milliliter aangemaakte Secret Weapon in heb gedaan. 15. Dus geen pure, aangemaakte. Op 1 liter. Want we gaan echt het helemaal uitleggen dat mensen echt geen vragen meer hebben. Dat we eens en voor altijd duidelijk hebben hoe je dit product gaat gebruiken. En nogmaals, lieve mensen, we geven 25 samples weg, hè? Dus vergeet niet om je naam en adres even door te geven. Dan zorg ik dat het bij jullie terechtkomt. Helemaal gratis. Kan je wat meer vertellen over Jussie? Waar komt hij vandaan? Justin is een toypoedel. Geboren 28 februari 2012. Nog een echte reus. Jussie's normale vachtkleur is spierwit. Maar ik heb hem anderhalf jaar geleden van net gekregen voor mijn verjaardag. Dus je snapt dat ik hier nooit meer wegga met mijn zo'n cadeau. Een van de mooiste cadeaus die ik ooit gekregen heb in mijn leven. En ik heb Jussie gekregen in panda vorm. En heb ik eigenlijk altijd zo gelaten. Dus ik ken Jus niet anders als zo. Vroeger is Jussie een showhond geweest. Dan heeft hij mooie prijzen gewonnen. Nat kan wel vertellen welke prijzen. Daar was ik nog niet bij. Jussie komt uit Rusland. En die is samen met een vriendinnetje hier naartoe gekomen. En het vriendinnetje is Pipje. Dat is, noemen we altijd, eigenlijk zijn vrouw. En die is bij mijn broertje. Want hij is ook papa, hè? Hij is papa. Hij samen met Pip hebben ze in totaal twee nestjes gehad. En het eerste nestje, hoeveel kwamen er daaruit? Nou, er drie. Het tweede nestje waren er vier. En die vier waren in onze tijd. Twee reutjes, twee teefjes, mooi gemixt. Ja, top karakter hebben die hondjes. Echt heel lief. Hele leuke hondjes. Een van die hondjes, die zie ik nog regelmatig. Die is van onze collega Meta, Chanelletje. En die zie ik bijna iedere donderdag nog. Echt een... Hij heeft er ook helemaal geen probleem mee, hè? Nee. Hij gaat één keer in de, nou, hooguit. Echt, dan is het max 2 weken. Maar meestal gaat hij elke week, anderhalve week in bad. Ja, hij weet niet beter. Nee. Dus is... Oké. De 5 minuten zijn denk ik wel voorbij. Met intrekken van de volgende week. Kun je lekker gaan uitspoelen. Normaal hebben we op deze flessen hebben we dan een dop zitten, hè, met zo'n klein tuutje eraan, zodat je het wat makkelijker kan doseren. Dat is ook aan te raden, hè, want het is heel duur spul, dus je kan het beter even doseren. Op deze flessen passen trouwens de drefdoppen. Dus als je een drefdop even afspoelt, dan past hij precies hierop. En dan kan je het natuurlijk wat makkelijker en wat voordeliger gebruiken. Twee, een tip. Misschien wel huishouden. Ja, even een huishouden. Nee, Oké.
vrij maken voor je. Nou, toch. Zal ik even een handen voor je pakken? Graag. Ja, dat is zelf ook wel over. Oh, je hebt nog. Dus. Kijk of het er allemaal uit is. Denk ik wel hè. Even uitknijpen inderdaad. Nou, dan kom ik zo bij jullie terug met het blazen. Zo. Ja, ja. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Jessie is handdoek droog gemaakt. Ik zal even laten zien dat Jessie glitten heeft. Ah, vol! Want ik kom op zijn zijkam gewoon niet door, want ik trek hem gewoon mee. Nou ja, het zullen niet echt glitten zijn, het zit gewoon in elkaar gedraaid. Het zit in elkaar gedraaid, maar het zit vast. Ja, oké. Okay. Kom maar voor je op hoor. Dank je. Je hebt geen ze heeft het bewust gewassen zonder conditioner. Oké. Okay. Ja. Dat hij toch wat klitjes zou krijgen. Nou, ik heb mijn best gedoende gedaan om een klitting te krijgen. Ja. Nou, dan hebben we de hypnotic spray in de Flerosol. Gaan we Jessie lekker mee insprayen. Het is al net wat je zei, hè, Janne. Hij spreekt nog na, hè? Ja. Want ik druk. Ja. Hij is nou bijna leeg en dan spreekt hij niet meer zo na als dat hij nog vol is. Zo. Okay. Dan mag Yvonne gaan blazen. Ik moet er wel even bij zeggen, dit is de Monster en die maakt enorm veel lawaai. Dus jongens, niet schrikken, het spijt me, maar hij moet echt geblazen worden. Dus ik denk dat Jessie de Monster wel gewend is. Ja, maar met veel lawaai. Sorry daarvoor. Ik heb er even op zak. Thank you.
nou bijna droog geblazen. En nou gaan we de staande föhn erbij nemen. Wil jij hem aan deze kant hebben? Ja, ik neem hem aan deze kant. Wat voor ga je doen? Rechts. De boel verbouwen hier. Miesje. Dus je bent nog niet klaar, hè? Nee, ik ben niet klaar. Ik begin net. Was daar er ook weer bij? Was Miesje even aan het filmen? Ik denk er nog niet van. Pakken we de groene lespoetsborstel erbij. Zet je de föhn aan. Dan ga je een dikke bal van boven naar beneden. Ga je laagje voor laagje, ga je borstelen en blazen tegelijk. En dikke bij aan. Je hoeft geen kracht te zetten om het eruit te krijgen. Thank you.
Vonden met een rood hoofd. Ze heeft Justin net helemaal opgefeund. Dus ja, zoals jullie zien, is hij toch wel erg fluffy en ja, makkelijk door te kammen. Fon, ja. Zeg eens even wat. Wat vind je ervan? Jouw objectieve mening. Ja, Jus had her en der nog wel wat klitjes. Schaamde diep. Ik heb het er wel uitgekregen. Wat ik thuis ook altijd doe, ik kan hem altijd nog helemaal na. Dat doe ik nu dus ook. Nou ja, zoals je ziet, ga ik er eigenlijk vrij makkelijk doorheen. En ook wel snel, hè? Ja. Hij is vrij snel droog. Dat is mijn vriendje Diddle. Die komt even gedag zeggen bij me, Wierel. Ja, Diddle. Ja, Diddle. Ja, Diddle is natuurlijk helemaal gek op Justin, dus zodra hij hem in de smiezen krijgt, dan gilt hij weer de boel bij elkaar. Fon, even je eindoordeel. Mijn eindoordeel? Ik ga het zeker gebruiken. Ik vind de droogtijd aanzienlijk korter. Nou, zoals je ziet, ik heb hem met een monster geblazen, wat ik thuis verder ook heb. En het gaat hartstikke goed. Hij heeft natuurlijk best wel een beetje een stugge vacht, dus het is niet dat ik hem in één keer er doorheen kan ritsen, maar hij is gewoon, kijk, echt klitvrij. En dat vind ik toch wel lekker fluffy en dat vind ik toch wel wat waard bij mijn knappe Jussie. Dus ja, hartstikke blij ben ik ermee. Nou, dan zijn wij er ook blij mee. Dan ga ik deze vlog afsluiten. En ik weet niet hoe ik het gebruiken moet. Dus dat is het belangrijkste, hè? Kijk, iedereen die wil het heel graag gaan gebruiken. Maar ja, hoe je het moet gebruiken, dat was nog even een issue. We hopen dat we dat nu heel goed hebben uitgelegd hoe het allemaal werkt. En dan wil ik graag Fonny bedanken. Ik wil Justin bedanken. Geen dank, graag gedaan. En ik wil natuurlijk Janne bedanken. Lieve Janne. Graag gedaan. Bedankt dat je de moeite hebt gekomen om vanuit Deurne helemaal naar Chic de Friemel te rijden. Ik heb met heel veel plezier hebben we deze vlog gemaakt. Het is een lange vlog, maar het is wel een hele leuke vlog. Hierna komt er nog een vlog. Die komt niet hier achteraan, maar het wordt weer een aparte vlog over hoe ik Justin ga knippen. Dus ik hoop dat jullie allemaal kijken. Ik ga Justin hierna nog lekker knippen. En bedankt voor jullie aandacht allemaal. En tot de volgende vlog. Doei! Doeg. Doei!